begint pas weg te worden bij een temperatuur hoger dan 650 graden Celsius. Om die hitte te verkrijgen wordt in een gewone vlam zoals dit is, lucht ingeblazen. De zuurstof die in de lucht zich bevindt, geeft die grotere hitte aan de vlam, zodat de blaasvlam, zogenaamd de Bunsense vlam, meer dan 2000 graden Celsius bereikt. Als daar het glas ingehouden wordt en hij heeft een grote, voldoende hitte gekregen, dan wordt dat glas week, zoals men hier ook ziet dat op het ogenblik plaatsvindt. Als het heet genoeg is, dan buigt zich dat glas, zoals hier duidelijk wordt voorgesteld. Hij kan op deze manier in elke gewenste bocht verkregen worden. Thank you.